Het is makkelijker om voor een bedrijf te schrijven dan, en niet online te zetten dan voor jezelf of zo. Hi, je kijkt naar een nieuwe aflevering van Rauwe Ouwe seizoen 2, waarin ik in gesprek ga met onze collega's over hun vakgebied, waar we nu mee bezig zijn en waar we denken dat het heen gaat. Doen we op basis van stellingen die we allebei nog niet gezien hebben, dus ik ben heel benieuwd. Ik ben Joost, Managing Director hier bij Rauwsee en vandaag heb ik meegenomen Liesbeth. Hoi. Hoi. Heel goeie kort. Intro. Wie ben je? Nou, Liesbeth, content manager en ik werk nu bijna 4 jaar bij Rauw. Ik zit een beetje tussen de strategen, designers en de projectmanagers in. Ik werk heel veel met klanten samen. Heel veel voor social media, veel campagnes de laatste tijd ook. Dat vind ik extra leuk om te doen. Zorgen dat het er belandt bij de doelgroep. Precies, en dat het verbeterd wordt en dat we analyseren of we ergens verbetering kunnen doorvoeren. En nou, een beetje community management eronder. Dus dat, ja, dat eigenlijk. Leuk. Het maakt niet uit wat het is. Iedereen is een creator. Dus jij zet ook gewoon alles online wat je aangeboden krijgt, toch? Nee. Nee? Nou ja, iedereen is wel een creator, ja. Maar iedereen kan een creator zijn omdat iedereen dat het heel gemakkelijk wordt gemaakt voor mensen om iets te maken online. Dus daardoor word je wel snel een creator. Maar ik zou niet zo snel alles online zetten. Ik denk dat wij wel een bepaalde adviesrol naar klanten hebben om te zeggen, dit zou ik misschien anders doen. Dat zeg je heel bijvoorbeeld op deze manier. Ja. En ik denk ook wel dat de klanten ons vertrouwen dat als we zeggen tegen hun dat we het niet op liever niet op die manier doen, omdat we denken dat het op een andere manier beter kan. Ja. Dat ze ons ook wel dat toelaten. Dus dat is een beetje de afweging, denk ik. Zie je jezelf dan als een creator? Nou, eerst niet echt, omdat ik niet het gevoel had dat ik echt degene was die het maakte. Maar wat daar ook staat, alles is maken. Dus ook schrijven en ook verzamelen. Tekst, en ook als mensen iets aanleveren, daar iets van maken. Dat is eigenlijk creëren. Dus ja, eigenlijk wel. Maar dat is wel in de afgelopen jaren een beetje gegroeid. Dat ik nu vaker zou zeggen dat ik een creator ben. Ja. Maar eigenlijk dat iedereen bij Rauw een creator is. Want iedereen maakt dingen, bedenkt dingen en doen we dat samen. Ja. Dus ja, zeker. Ja, eens. Dat denk ik vind het zelf dan wel weer lastig. Ja, iedereen is een creator. Ja, tekst is technisch gezien natuurlijk ook gewoon al iets maken. Ja. Ik vind het woord creator wel een beetje een jeukwoord de laatste tijd. Ja, ik vind sowieso dat. Het is al wel vooruitgang. Volgens mij was vroeger iedereen een influencer en nu is iedereen een creator. Dat heeft elkaar een beetje vervangen, heb ik het idee. Maar je kijkt er ook weer bij, want dat is ook niet helemaal waar. Nou, ik weet niet precies of je nu voelt het alsof je zegt dat het van influencer naar creators gegaan. Nou, of dat bedoel je denk ik niet te zeggen, maar dat zat in mijn hoofd. Maar... Nee, maar de werk- en lerencampagne, het eerste jaar hadden we influencers, het tweede jaar hadden we creators. Oh, zo, en ik zie daar eigenlijk heel veel overlap in, maar blijkbaar is er iets veranderd waardoor we hebben gekozen om het creator te noemen in plaats van influencer. Ja. Is dat een soort van positievere spin of zo? Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat wel, want een influencer is vaak een creator, maar een creator is niet altijd een influencer. Misschien is het ook wel wat veiliger om te zeggen dat het een creator is. Ja, op zo'n manier. Nou ja, die voel ik al. Ja, beter. Maar goed, dat is alleen voor dit onderwerp nu. Of voor die werkend leren campagne bijvoorbeeld. Ja, maar het is wel iets wat mij opviel. Ja, true. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Maar ik zie mezelf natuurlijk niet als een influencer. Of misschien als ik Esther accountbeheer. Ja, oké, maar dan ben je een soort van ghost influencer, zeg maar. Ja. Ik ben een soort van PA van Esther. Ja. Maar wel de leukste, zeg maar, een leuke rol is dat toch? Als ik precies. Croissantjes moet gaan eten. Ja, nee, je hebt af en toe wel. Ja. Echt een vervelend werk. Ja, er wordt wel wat afgesnackt als ghost influencer van Esther. Ja. Lachen. Ja, leuk. Nice. Zeker. Alright, wil jij de volgende doen? Zeker. Community management is eigenlijk maar gewoon proberen en kijken wat er gebeurt. Ik denk dat jij deze beter kan antwoorden dan ik. Nou ja, ik zou willen zeggen, ja klopt. Het is wel vaak een beetje het beginnetje. Maar goed, we hebben wel veel ervaring dat we nu wel weten welke richting we op willen proberen om te kijken wat er gebeurt. Ja. Maar ik zit even te denken hoe dat dan was toen ik begon bijvoorbeeld. Ja, maar heeft het te maken met hoe jij begon? Want je doet het nu al een paar jaar, dus je weet je nu eigenlijk altijd wel welke richting je moet doen. Of is het begin van elke community proberen? Ik denk dat sowieso elke community beginnen proberen is. Maar Kijk, er is zoveel informatie te verzamelen op internet over een bepaalde groep starten of een bepaalde campagne doen of een bepaalde project ergens starten. Dat je het altijd wel op die manier iets probeert. Ja. Omdat je van iemand hebt gehoord of gelezen hebt van dit zou moeten werken. Ja. Of dit is een richting waarop we ervaren dat het werkt. Dus dan zou ik dat proberen en dan merken we vanzelf of iets werkt. Maar goed, we hebben ook wel eens gehad dat we bij klanten rubrieken bedachten waarvan we echt overtuigd waren dat we dachten dit is super tof. Ja. En het sloeg gewoon niet aan. Nee. Dus ja, en dan is het wel weer leuk om te zien dat er weer andere rubrieken waarvan we dachten dat het een beetje gewoon medium... Meer van, niet medium, het gaat natuurlijk... Het klinkt nu alsof een medium maar concepten gewoon, presenteren bij klanten. Maar meer van, we denken van, dit is echt een knaller. Dit gaan, dat een beetje tegenvalt. En dat we de rubrieken denken van, dit zijn leuke rubrieken, maar meer... Verwachtingen zijn lager. Precies, zeg maar, die knallen opeens. Ja. Dus ja, wacht, ik ga even nog een keer kijken wat er... Ja, dus algemeen zou ik wel zeggen dat het... Nou, het is niet gewoon proberen, maar ik ben... Ja. Het is wel een beetje kijken wat er gebeurt en op ervaring vervolgens verbeteren. Nou ja, volgens mij zit het hem ook een beetje juist in het durven proberen. Ja. Ik heb het idee dat zeker klanten die met een nieuwe pagina of community of branding of positionering willen starten en daar wat van gaan plaatsen, dat het alsmaar maar perfect moet zijn of zo. Van oh ja, nee, ik wil toch niet dit woord of die tone of voice een beetje zo. En ik probeer altijd wel... klanten mee te nemen. Laat het gewoon gaan doen. Ja. Kijken wat het doet. Ja. Zet het online. Leer. Ja. En wees transparant over het feit dat je leert en beter wordt. In plaats van maar afwachten totdat het perfect is. Ja, dat is zeker wel waar. En ik denk ook wel dat het per klant en per platform of per community of iets anders is. Want bijvoorbeeld, we zeggen altijd dat we geen URL's in berichten op Facebook of op LinkedIn willen plaatsen. Omdat natuurlijk platformen dan zeggen van... We zenden ze af of we sturen ze van het platform af. Maar Gespot 010 leeft op links. Ja, dat is gewoon gedeelde berichten alleen maar. En die werken supergoed. Hoe beter de kop en het berichtje, hoe pakkender het is. Ja, dat is dat ook wel een beetje... Ja, uitzondering bevestigt regel misschien in die Precies, ja. Maar daar hebben we dus ook naarmate we merken dat dingen werken... het natuurlijk aangescherpt en het verandert naar dat het nog beter wordt. Ja. Dat is ook een kwestie van proberen. We hebben ook wel zonder linkjes gedaan. Als je het probeert. Ja, precies. We hebben ook wel eens in een dipje gezeten... en dat we dachten van waar zou je nou door komen? Misschien is het dan toch die linkjes. Ja. En toen hebben we het net op een andere manier gedaan. Dus een foto delen met een linkje in de tekst of in het bijschrift bijvoorbeeld... Maar uiteindelijk gaan we toch weer dat dipje uit... en dan kom je weer in het link delen. Dus... Ja. Dat is voor dat platform en voor dat kanaal wel het beste. Maar is dat dan ook het uitvogelen van het algoritme? Want dat wordt natuurlijk volgens mij ook constant aangepast aan platformen. Ja. Dus inderdaad, ineens zit je in een dip... terwijl je waarschijnlijk niet iets heel erg anders bent gaan doen. Nee, klopt. Ja. Dus dat blijft ook gewoon, denk ik, proberen. Ja. Dus dat is ook nergens voorgekoud wat de formule is. Nee, zeker niet. Algoritme. Of dat je merkt op een gegeven moment dat je inderdaad iets... doet wat werkt en wat dat opeens niet meer werkt... maar dat je er ook niet meer uit het tipje komt. En dan moet je gaan bedenken... oké, hoe ga ik dan die content die ik op deze manier wil inzetten... in de regels van het nieuwe algoritme. Dat maakt je werk natuurlijk interessant. Dat je op een gegeven moment weer innoveert en beter wordt. Ja, en met jouw vele content managers die aan het uitvogelen zijn... wat het nieuwe algoritme dan is of zo, toch? Precies. Dan ben je en dan ga je weer lezen van... dan moet je het op een ander moment posten. Of, dat ligt ook heel erg aan de doelgroep. Dat is gewoon echt een kwestie van uitzoeken. Wat is dan echt een... grote verandering die je dan bewust, zeg maar, merkte van... hey, ineens werkt het niet meer. En wat was daar dan een oplossing bijvoorbeeld voor? Kan je dat een beetje concreet maken? Bijvoorbeeld één klant, daar wilden we heel graag verhalen vertellen... ervaringsverhalen, zeg maar, in video. Omdat we het idee hadden dat... video werkte goed, weet je wel. Algoritmes... Iedereen zei dat en overal merkten we het dat video voorgetrokken werd. Ja. Maar bij die klant waren het gewoon portretten, foto's of 3 foto's met een verhaal, met een wat langer verhaal. Ja. Dat werkte gewoon supergoed, nog steeds. En dat is eigenlijk al anderhalf jaar na een jaar dat we echt merken dat gewoon echt een succesrubriek is. Is gewoon portretfoto's met een omgeving of zonder omgeving en gewoon een net wat langere tekst. Zonder linkje van het platform af, maar gewoon... dat die persoonlijke verhalen in tekst in plaats van in video. Maar waar zit dat dan in? Is dat dan de doelgroep, hoe er gelezen wordt, de interactie? Wie bepaalt dan dat... Dat vind ik echt moeilijk om antwoord op te geven. Dat weet ik niet. Interessant. Ik weet, if it works, don't fix it. Ja, het werkt gewoon goed. Misschien is het pakkend. En misschien dat de doelgroep... het herkenbaar is of zo. Of ja, dat het gewoon sneller de aandacht trekt. Ik weet het niet precies. Maar we merken in ieder geval door het proberen wel dat het goed werkt. Ja, ik vind het heel lastig om de vinger... daar vinden we het allemaal... was je nooit achtergekomen als je het niet geprobeerd had. Nee, klopt. Ja. En we hebben dat ook wel met strategen, met Sanne bijvoorbeeld over... of met de klant, van waar zou dat aan kunnen liggen... dat we toch bijvoorbeeld nog een keertje een videorubriek gaan maken... omdat we het op een andere manier wel beter in film kunnen overbrengen. Ja. En ja, dan merk je toch dat het, foto's blijven toch wel echt... ja, dat is succes daar. Interessant. Ja, vind ik ook leuk. Vind ik wel grappig om te zien. Zo is elk kanaal weer, of nou elke account weer anders. Ja, ja elke doelgroep. Ja. Ja, we hadden laatst ook in gesprek met de investeringsmaatschappij... en die liet ook wat voorbeelden zien van hoe andere investeringsmaatschappijen content delen. Ja. Die knallen gewoon gorddroge pdf's online. Ja. Over deals. Het gaat helemaal door het dak. Dat is echt zo bizar veel interactie over gewoon een pdf met 5 kantjes met alleen maar een zwarte tekst. Maar ja, als dat de doelgroep, als die dat interessant vindt, exact. Ja, die gaan het gewoon lezen. Wij zaten ook echt zo te kijken van, hè, wie kijkt dit? Ja. Ja, dat is gewoon die hele doelgroep, die gaat daar gewoon op aan. Die zit daarvoor ook op die pagina's en die volgt het daarom. Dus dat vond ik ook wel interessant. Dat was ook echt zo eentje van, hè, dit is zo bijna een niche, maar het scoort als een malle. Ja. Terwijl ik... zou het niet eens aanklikken. Ik scroll er gewoon voorbij. Maar en je denkt ook, gewoon. Ja, het ziet er gewoon een beetje saai uit, denk ik. Ja, ja, precies. Het is echt tegenovergesteld van wat ik zou willen maken. Je wil gewoon een sprekend beeld met een grote kop wat je die aandacht trekt in plaats van zo'n... persoonlijk, of een beetje karakter, of een beetje humor. Nee hoor, gewoon gordroge pdf. Alsof je de recept online knalt zonder foto. Oh, wauw. Ja, ik vond het echt heel grappig. Maar het werkt wel. Ik vond het heel interessant. Oh, nou, goed, dat blijft maar uitproberen dan. Ja, ja, true. Cool. Alright, zal ik de volgende doen? Zeker. Ik ken best wezen. Voor opdrachtgevers maakt het eigenlijk geen verschil of ze contentmanagement door ons of door een collega laten doen. Oeh. Of natuurlijk niet. Misschien zelf. Nee, niet mee eens. Nee, ja. Ik denk wel dat andere bureaus... Ik denk dat community management en content management... dat echt inleven is in de doelgroep van de klant. Ja. En of ik nou met een rauwe... sausje, me inlezen in de klant en me inleven in de klant... en daar op die manier reageer op of het community management doe. Of dat iemand van een collega of een ander bureau zeg maar dat doet. Als het goed is, is een community manager of een content manager... gewoon zo goed in staat om zich in de doelgroep van de klant in te leven... en in de identiteit van de klant. Ja. Dat het niet uit moet maken of het van Rauw is of van een ander bureau. Ja, snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Maar dan zit het rouwen misschien meer in het schakelen aan de achterkant met de klant... en de directheid en de... En de ideeën die we bedenken en dat we durven... en dat we durven iets gewaagdere stappen te nemen... of iets gewaagdere content te maken of iets gewaagder... wat ik zeg, content maken. Ja. Dat heel erg rauw maakt. Maar als het goed is, moet een content manager in mijn ogen gewoon... de taal van de klant kunnen spreken. En heeft dat niet of minder iets te maken dan met voor welk bureau diegene werkt. Ja, precies. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat jij hiervan vindt of hoe jij het zou... Nou, ja, kijk, ik vind het ook wel lastig, want ik heb zelf geen ervaring met content managers van andere bureaus. Die hou ik niet in de gaten en dat zie je in die zin ook niet. En ik heb hiervoor aan klantzijde ook gezeten, dus ook niet bij een ander bureau in die zin gewerkt van wat maakt nou echt een rauwe content manager. En ik denk dat veel meer ook zit inderdaad in onze samenwerking met de klant achter de schermen. Weet je, wij positioneren onszelf natuurlijk echt als de creatieve collega's die we altijd wilden hebben. Dus dat uitzicht in open gesprekken met de klant. Hey, zullen we dit doen? Hey, heel eerlijk, ik zou dit niet zo doen. Precies. Wij zijn niet uw vraag, wij draaien. Dus en ik zie wel eens content geplaatst worden van ik denk van hier heeft niemand lang over nagedacht. Nee, maar dat is precies die kritische blik die je moet hebben op een collega. En waar we op de vraag 1, dat is wel heel erg rauw. Dat we gewoon durven te zeggen van ik zou dit niet doen. Of we hebben uit onze ervaring geleerd dat dit niet werkt. Of dat het minder werkt. Of dat we op een andere manier beter kunnen scoren. Ja, dat is wel heel rauw, denk ik. Maar, precies. En gewoon een beetje wel doordachte content. Ik ben wel eens getarget. Dan word ik getarget door T-Mobile met een vacature die niet bij mij aansluit. Ja. En dat er geen vacaturetekst in de visual staat. En dat er... Die ad die klopte gewoon niet, zeg maar. Het was gewoon kapot. Ja. En dan kreeg ik van, er is niet over nagedacht hoe dit uiteindelijk bij mij terecht is gekomen. Dat is echt zonde. En ik denk, dat is precies dat, weet je. Dat vinden wij allemaal zonde, ook van het geld van onze klanten. Ik denk van, dat is echt vet zonde. Je kan natuurlijk ook een bureau, prima, we pompen er gewoon dit doorheen. We hebben dit bereik gehaald. Klaar. Ja. Ik denk dat dat niet... niet onze way to go is. En dat we toch altijd wel heel zorgvuldig met ad-budget en met content en met de tijdlijn omgaan, zeg maar. Zodat we in ieder geval voor zorgen dat we het meeste eruit halen. Ja. Dus ik denk dat dat dan, denk ik, een onderscheid is tussen een rauwe content manager en slechts content management. Van, maar dat bedoel ik inderdaad, dan daar, dat bedoel ik inderdaad te zeggen, maar daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is inderdaad, denk ik, de kracht van Rauw. Ja, dus maar kan het niet gedaan, zijn we niet eens met de stelling. Nee, ik ben het niet helemaal eens met de stelling. Nee, maar dat is prima. Ja. Ik ben er in al deze gesprekken achter gekomen dat ik het vaker niet dan wel eens ben. Nee, maar het is gek om te zeggen, want eigenlijk wil je op zo'n antwoord een beetje zeggen van ja, we hebben echt een rauwe identiteit en dat spreekt echt. Maar ik wil eigenlijk dat de klant wel echt hoort dat ik weet. Weet je, ik wil echt heel graag dat ik namens de klant praat en niet namens Rauw. Nee, precies. De klant is geen uithangbord voor ons. In die zin. Nee, precies. Eens. Oké, leuk. Nou, ik ga naar de volgende. Yes. Pakken. Apps als BeReal... BeReal. zijn een voorbode van een grote mentale verandering op social. Ik vind het... een grote mentale verandering op social heel interessant. Ja, oké. Wat is je eerste ingeving daarbij dan? Ik denk... Moeten we BeReal even uitleggen voor de mensen die BeReal niet kennen? Ja, dat is goed. Ik heb al een paar dagen niet meer gebereeld. Oké. Jij? Nee, ik ook niet. Alleen volgens mij kwam die echt vannacht ook om 4 uur of zo binnen. Dan denk ik echt van ja, dan heb ik hem al gemist. Dan heeft het geen zin meer. Ja, en als je die er dan van... Oké, nou laten we eerst het BeReal... ik ga het even uitleggen. Zal ik het van jou uitleggen of van de camera? Ja, BeReal is een app waarbij je elke dag op een bepaald tijdstip een melding krijgt dat je een foto moet maken. Super real dus zo real mogelijk. Ja. En als ik hem nu zou krijgen, dan zou ik een foto maken van jou met mezelf. En dan wordt de front- en backcamera tegelijkertijd gefotografeerd. Dus het wordt een super grappige selfie onderkin. Ja. Op de bank liggen, op kantoor zijn, op de fiets, met je telefoon. Ja. Waar je ook bent, maak je op dat moment een foto. Ja. En het is dus echt super real. Maar goed, als je het vergeet of als je je melding niet krijgt, kan je natuurlijk na een tijdje ook nog wel wel doen. Een beetje bewaren als je hele leuke dingen voor te doen hebt. Voor later op de dag. Toch nog een beetje interessant lopen doen. Maar en iedereen krijgt tegelijkertijd een melding. Ja, precies. Hè? Dus nu weet ik eigenlijk ook wel... Ja, BeReal is een voorbode voor grote mentale... Ik denk dat dat wel heel erg tegenvalt. Want ik ben nu... Hoe lang zitten we nu op BeReal? Nou, maand of zo? Denk ik. Ja, zoiets. Ja. Nou ja, ik ga niet elke dag... als die komt, van mijn computerscherm een foto maken. Of van mijn eten wat ik aan het koken ben. Ik vind dat super saai. Dus ik ben al een beetje aan het wachten van... Hé, ik heb mijn melding al gekregen, maar ik weet dat ik zo meteen nog naar op het terras ga. Dan maak ik daar een mooie foto met een mooie zonsondergang. Dus en dan doe ik dat online. Dus dat is helemaal niet real. Nee, ja, maar dat geldt voor elk platform waar mensen hun eten op plaatsen, dus toch? Ik denk een beetje van, hoe tijdloos is dit platform? Ja, ik weet het niet. We hebben in de afgelopen jaren natuurlijk een hoop platformen zien komen en zien gaan, zeg maar, die uiteindelijk helemaal niet van de grond kwamen. Ja. Ja, maar wat was de stelling? Of het een grote mentale verandering op social gaat zijn? Nou, ik vind het dus wel echt interessant dat je content moet plaatsen om content moet kijken. Ja, dus het is een soort van interactie zit erin. Dus, of een uitwisseling. Ja. Dus dat vind ik wel heel grappig. En ja, als je het hebt over content management, platform bepaalt wanneer je iets plaatst. Ja. Of in ieder geval... Ja, die stuurt op een gegeven moment gewoon een melding uit. Hé, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat kan om 8 uur 's ochtends zijn, of om 3 uur 's nachts, of om 4 uur 's middags. Dus in die zin vind ik het, Dat vind ik wel goed. Hoe je het zo bekijkt, ben ik het wel, vind ik wel interessant. Maar ik denk ook wel dat dat onderliggende... Ja, dat echte is natuurlijk wel een beetje wat ze ermee willen zeggen, toch? Wat jij op dat moment echt aan het doen bent. Geen filters, niet wat je gisteravond hebt gegeten, maar gewoon wat je nu aan het eten bent. Een vieze boterham met pindakaas. Maar dan denk ik van, wat is dan uiteindelijk wat ik echt wil laten zien of zo? Ja, ik weet niet. Ik hoop dat BeReal is natuurlijk volgens mij een beetje gestart vanuit een soort van statement van alles is nep, dus laten we een platform doen waar het een keer echt is. Nou, en iedereen die zoekt alweer de grens op om het alsnog weer nep te laten zijn. Ja, ik zou het nog steeds heel gaaf vinden om BeReal bijvoorbeeld in te zetten voor employer branding. Want als merk kan je natuurlijk heel leuk kijkje achter de schermen geven van hoe het echt is om te werken. Ja, maar denk je ook niet dat daar dan bedrijven de grenzen op gaan zoeken? Tuurlijk, dat denk ik. Maar ja... De mogelijkheden zijn zoveel minder. Dat de grenzen die je opzoekt zelfs Ja, kijk, als je een bedrijf bent en je krijgt om 9 uur 's avonds een melding van BeReal, ja, daar kan je ook niks mee vanuit een werkgeversstandpunt. Dus het is alleen maar leuk tussen kantooruren. Ja. En dat is prima, dan zijn ze er misschien een dagje niet. Je hoeft het ook niet elke dag te doen. Ja. Maar misschien als het uitkomt. Ik denk wel dat het een leuke kijk is. Zou ik het volgen? Zou ik een bedrijf toevoegen? Dat is dan weer de volgende vraag. Dat weet ik dan ook niet. Ja, maar... ja, wat je gewoon vette bedrijven vindt, is natuurlijk wel leuk om zo een kijkje achter schermen te geven. Ja, ik denk dat wij een heel leuk BeReal-account zouden hebben als Rauw. Dus ja, maar goed, je moet wel weer iemand hebben die daar zin in heeft om dat elke keer te doen. Het is natuurlijk maar 10 seconden, maar... Ja. Alright. Jij bent. Het laatste doen? Ja, is goed. Dit is het laatste volgens mij, ja. Als we nu niet nadenken over adverteren op TikTok en Snapchat, missen we straks de boot. Nou... Ik weet het niet. Ik weet het ook niet, want de ervaring leert bij ons ook wel dat wij... ook wel echt heel veel klanten succesvol helpen zonder advertentiebudget. Dat er echt ook heel veel content bij ons nog organisch gaat. En dat het niet alleen juist. Maar... Ja. Natuurlijk hebben wij heel veel campagnes waar we nu mee werken. Omdat het gewoon wat hero-campagnes zijn bijvoorbeeld waar we mee willen knallen. Ja. Maar ja, en de platforms vragen er natuurlijk ook wel om wat meer budget toe te voegen. Bijvoorbeeld Facebook is wel... een voorbeeld daarvan, denk ik, dat je daar... Vragen erom, hoe bedoel je dat dan? Nou, meer van dat op een gegeven moment je gewoon overal eigenlijk wel budget voor nodig hebt om wat meer bereik te krijgen. Ja, dat organisch gewoon steeds meer gekild wordt, bedoel je? Precies. Maar ja, bij ons veel klanten gaat het gewoon echt nog heel goed organisch. Ja. En hebben we daar echt niet altijd budget voor nodig. Nee. Dus... Nee, volgens mij hebben wij denken als we 10-20% van de kosten van creatie inzetten aan advertentiebudget, dan is het veel. Ja, maar ik denk ook wel wat de doelgroep is. Hè? Want we hebben ook heel veel bedrijven als klant die niet op Snapchat of TikTok zitten per se. Nee, precies. Misschien... Dus dat is dan misschien nog niet onze doelgroep. Precies. Want we doen natuurlijk wel eens wat met die twee... Ja, jongere campagnes hebben we natuurlijk wel gedaan. Ja. Maar TikTok kan je alleen maar landelijk adverteren volgens mij. Dus de budgetten zijn instant groot. Ja. Dus dat is ook niet voor al onze klanten toegankelijk. Nee. Snapchat heb ik sowieso de boot gemist. Ik heb echt nooit op Snapchat gezeten. Ik heb echt alleen maar op Snapchat gezeten om... niet over meepraten in die zin. Om roddels of zo. Ja, nee, eigenlijk ook niet. Een beetje zo in dispuutsdingetjes, weet je wel. Dat er dan iedereen daar een beetje op zat. Maar dat was eigenlijk net Instagram... stories, wat daar gebeurde, was eigenlijk hetzelfde als wat op Snapchat gebeurde. Stories nam het op een gegeven moment over en dan had je Snapchat niet meer nodig, zeg maar. Nee, ik zit daar ook niet heel erg op. Nee, en inderdaad onze klanten, weet je, wij zitten toch veel B2B, government, technische sector. Ja, dan heb je niet echt Snapchat en TikTok als doelgroep van onze klanten in die zin. Maar ik denk wel dat we echt up-to-date moeten blijven en dat doen we ook, wat die platforms doen, zeg maar. En dat we weten van... Absoluut. Dat er als er een keer een kans komt om daar... of een kans klinkt een beetje alsof we heel graag willen... maar dat als er een project of iets is waar we dat account voor nodig hebben... dat we weten wat we doen. Ja. En dat we het ook goed inzetten. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is logisch. Maar vaker vanuit een organische bril ook. Ja. We gaan nooit puur voor advertising naar een platform toe. Nee, dat sowieso niet. Weet je, dat is volgens mij niet hoe wij werken. Maar dat is ook helemaal niet onze strategie. Dat is ook precies, wat wij zeggen niet. Is natuurlijk lange termijn strategie en niet alleen maar pieken en daarna weer dalen. Dat heeft voor interactie en voor het algoritme helemaal geen zin. Nee. Dus we kopen sowieso niet alleen maar advertentieruimte en vervolgens gaan we weer weg. Nee. We zorgen dat er altijd een onderstroom is van content die zorgt dat het interactie en het bereik op peil blijft. En als we dan een keer gaan knallen, dan trek je dat ook gelijk mee. Ja. Dan heb je ook minder budget nodig. Ja, precies. Kijk, zeker, hè, we doen nu veel employer branding trajecten. Ja, dat is allemaal organisch. Ja. En echt een merk neerzetten. Ja. Hoe is het om ergens te werken? En niet om meteen advertenties erin te knallen over vacatures bijvoorbeeld. Dat gebeurt wel eens. Of dat doet de klant dan vervolgens zelf erbovenop. Ja. Dat zien we ook nog wel eens. Nou, of het is ook wel onderdeel, kan ook wel onderdeel zijn van. Of als we een vette campagne hebben, we werken bij campagne... dan is het natuurlijk wel lekker om daar met wat hero-content wel te adverteren. Ja. Maar daar zit er altijd een onderstroom aan van bakjes met collega's... die vertellen over hun functie. Of, ja, wij doen nooit stand-alone volgens mij... en werken bij campagne zonder dat we het employer brand hebben neergelegd. Dus... En daar kan ik me dan voorstellen dat dan Snapchat en TikTok nog wel eens in naar voren zou komen... als onze klant een hele jonge doelgroep zoekt aan medewerkers bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat sowieso voor TikTok wel veel meer kans ligt dan voor Snapchat. Maar... Zijn er nog meer platformen waar jij niet op zit? Even uit de stelling op, maar... Ik zit, to be honest, ook niet heel veel op TikTok. Nee. Ik ben niet zo heel goed in... ik kan wel lekker zo scrollen en van die domme filmpjes kijken. Maar dan kom ik heel snel in iets en dan volg ik iemand en dan ga ik daar 20 filmpjes van kijken. Maar ik ben niet... Ik word niet... Ja, nee, ik zit niet heel erg in dat... Ik ben wel Instagram verslaafd, dat wel. Ja. Maar, en ik zit ook niet echt meer op Facebook. Nee. Ik ben echt wel heel erg op Instagram. Ja. Nee, ik zit ook niet meer op Facebook, maar ik kan er niet meer op Facebook. Als je kijkt, mag ik alsjeblieft weer opnieuw inloggen, want ik kan er niet meer in. Ja, dat is echt heel kut. Heel irritant. Ja, nee, in Twitter heb ik nooit op gezeten. Nee. Die heb ik echt helemaal gemist. Nee, ik ook niet. Maar dat vond ik meer pers en politiek. Ja, en LinkedIn zit ik wel op, maar dat is voornamelijk wel... eigenlijk wel voornamelijk voor klanten. Dus daar weet ik veel wat er bij de klant gebeurt en wat ik wil gebruiken daarvoor. Voor mezelf iets minder. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het zelf lastig vind als ik een week voor klanten heb gewerkt om dan ook nog iets voor mezelf te schrijven. Het is makkelijker, en dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is helemaal, het is makkelijker om voor een bedrijf te schrijven dan... En niet online te zetten dan voor jezelf of zo. Ja. Omdat ik echt mijn gezicht is dat degene die dat dan zegt en profileert. Terwijl dat bedrijf is... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Dat bedrijf is gewoon een soort van karakter en een identiteit. En die staan voor wat ze staan. Er is een visie en dat is echt bepaald. Heel en dat is heel helder en dat is afgebakend. Terwijl ik ben dat niet. En ik heb dat vroeger, toen ik jong was, een beetje rond mijn 20... wilde ik dat wel graag weten. Weet je wel, wie ben je dan? En waar sta ik voor en zo? Maar... En mensen is super veranderlijk. Weet je wel, dus ik kan van alles... Zijn bedrijf is heerlijk steady daar eigenlijk. Ja, en dat is makkelijker om een bepaald standpunt in te nemen... en daar iets over te zeggen dan namens mezelf, denk ik. Of een Esther. Het is ook duidelijk afgebakend. Precies. In principe met een verhaal, interesses, et cetera. Ja, ja. Oh, grappig. Ja. Maar dan heb je voor jezelf dan weer moeite mee. Dat vind ik dan wel weer typisch. Nou ja, niet op Insta. Als ik op vakantie ben geweest, dan komen mijn snackjes wel weer voorbij. Ja, mooie wandelfoto's. Kamperen. Nee, dat eigenlijk heb je een hartstikke logisch profiel wat je voor je eigen content te managen. Maar op LinkedIn vind ik dat anders. Vind ik dat moeilijker, denk ik. Ja, snap ik al. Ik vind LinkedIn wel een leuk platform in die zin. Maar ik zit er niet op om op te plaatsen. Ik zit er vooral gewoon op om te connecten en te kijken wat mensen daar aan doen zijn. En geïnspireerd te worden voor wat andere bureaus aan het doen zijn. Of qua creatie haal ik dat eigenlijk het meeste denk ik daarvan. Ja, ik ook wel. Leuk platform. Wordt eigenlijk alleen maar leuker. Zeker, ben ik helemaal mee eens. Vind ik ook. Cool. Ja. Nou. Vragen zijn op. Vragen zijn op. Zijn er nog dingen die we niet besproken hebben, die je dan nu hier zo zit en denkt van, dit zou ik nog wel interessant vinden om even... Ik weet niet, ik vond het leuk dat deze kaarten gewoon... ik denk dat die wel een beetje dekte waar ik mee bezig ben. Cool. Niels, en ik vind het bedankt. Leuk, ook leuk om dan zo'n stelling te zien of dat je dan bedenkt van... daar wil ik het eigenlijk graag mee eens zijn, maar eigenlijk ben ik het er niet mee eens. Dus dat je dan een beetje met elkaar gaat bedenken van... hoe en welke kant is het inderdaad met je eens en welke kant niet. Dat vind ik wel grappig. Nou, thanks in ieder geval voor je tijd. Ik heb weer ook even wat meer beeld weer gekregen van content management. Ja. Waar jij ook mee bezig bent. Ik ook zelf, hè? Ja, dat scheelt zelf op elkaar toch een beetje. Nee, ik vind het zelf ook altijd moeilijk uitleggen wat ik nou eigenlijk doe. Ja. Ook omdat veel... Nu kan je gewoon naar dit filmpje linken. Kijk maar. Ja, precies. Dat veel klanten natuurlijk wel zelf een communicatieafdeling hebben... waar ze zelf ook wel heel veel van mijn werk proberen te doen. Ja. Maar ik vind het vooral leuk om het voor heel veel verschillende klanten te doen. Cool. Ja. Nice. Ja, zeker. Nou. Lies, thanks voor je tijd. Ik vond het super leuk om even met jou weer over te babbelen. En kunnen we ongetwijfeld nog uren doen. Maar doen we straks wel een biertje. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk vooral ook onze andere afleveringen van Rauwe Ouwe als je dit heel interessant vindt. En heb je nou vragen specifiek over content management? Stuur ons eventjes een mailtje. Of bel even naar kantoor en dan krijg je mij of Lies aan de lijn. En dan kan je meteen bij ons terecht. Nu thanks voor het kijken en tot de volgende. Ciao.